Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Erfgoed Brabant. 175 musea. 120 heemkundekringen. 11 dialectgebieden. Allemaal in één provincie. Welkom bij het Museumjournaal. Brabant kent een rijk verleden, we zien het overal om ons heen. Maar de sporen uit het verleden worden natuurlijk ook bewaard in een museum. En met een aanbod van 175 musea kan ik één ding beloven, ik heb een gevarieerd aanbod in petto. Het Nationaal Veeteeltmuseum in Beers toont het erfgoed van de fokkerij en kunstmatige inseminatie van alle landbouwhuisdieren. Bij binnenkomst loopt u meteen tegen de markante kop van Prins 2 aan. Een prominente stier die in het land van Kuik furoren maakte. De centrale ontvangsthal geeft u vervolgens een kort historisch overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse veeteelt. De recente ontwikkelingen ziet u in de omringende zalen. De zaal Mensen houden dieren vertelt u waarom we dieren houden, hoe we die selecteerden en hun eigenschappen verbeterd hebben. In de zaal Mensen fokken dieren ziet u hoe dieren zich voortplanten, een foetus in de baarmoeder groeit en wat er zoal fout kan gaan. In de zaal Mensen maken dieren komt u alles te weten over het winnen, invriezen en insemineren van sperma, zelfs bij bijen. Ook moderne technieken zoals in vitro fertilisatie en klonen wordt getoond. Vanuit de bovenzaal kijkt u op een toren met markante dieren en op de nog functionerende dekstal. Ervaar de geschiedenis van Oosterwijk met een virtuele rondleiding door de tijd. Interactief wordt het verhaal verteld van de natuur, de gebouwen, de industrie en de mensen. 8 eeuwen historie. Een touchscreen van 2 kanons, samen met gesproken achtergrondinformatie, geven u een boeiend beeld over het verleden van Oosterwijk. Speciale aandacht wordt gewijd aan het pand waarin het museum is gevestigd. Dit heeft door de eeuwen heen een centrale rol in het centrum van Oosterwijk gespeeld. In 1509 werd hier het enige zegelhuis gevestigd aan de handelsroute van Brabant. In de proeverij ziet u hoe belangrijk de horeca al was voor het toerisme van vroegere tijden. Op 3 beeldschermen in de museumkelder worden films getoond die steeds wisselende thema's zullen belichten. Het museum geeft u een brede impressie over de kracht en de schoonheid van Oosterwijk. In een oude leerlooierij is het Donga Museum gevestigd. In deze authentieke omgeving zijn de tentoonstellingen in de looierij en elektriciteit van alle dag te zien. Maar er is nog veel meer te zien, dus kom snel eens langs. Het Biesbos Museum, de Biesbos van toen, nu en straks. De Biesbos is sinds 1994 een nationaal park. Een prima uitvalsbasis voor een rondvaart per fluisterboot of wandeling variërend in lengte van 2 tot 20 kilometer. In het museum Jan Heesterhuis gaat u terug in de tijd. De wereld van de Schijndelse kunstenaar Jan Heesters komt in de authentiek ingerichte woning weer tot leven. Tot en met 12 september 2010 is de tentoonstelling 100 jaar Doris van Oorschot te zien. Komt u ook? Museum Het Oude Slot is gevestigd in een oude boerderij, gebouwd op de fundamenten van het slot van de heren van Zeelst. Naast een prachtige collectie oude volksprenten worden er ook lezingen, workshops en kleinschalige muziekuitvoeringen georganiseerd. In het Baarles Museum vind je een unieke kunstcollectie van de hand van Frits Pies in bijenwas. In veel gevallen is de kaars als uitgangspunt gebruikt. Benieuwd? Kom eens een kijkje nemen. Voor meer informatie kijk op www.baarlesmuseum.nl. Esther neemt vandaag een kijkje in het Breda's Museum. Het museum ligt in het centrum van Breda en is gevestigd in de oude chassé-kazerne.
In het Breda's Museum zie je kunst en geschiedenis uit Breda en omgeving. Esther bekijkt de tentoonstelling van het oeuvre van kapitein Emiel van Wageningen. We staan hier bij de expositie van Emiel van Wageningen. Hij was kapitein, apotheker en fotograaf. Ja, kapitein, dat was de rang in het leger. Hij was apotheker bij het leger. En als fotograaf was hij amateur. Dus het was in die dagen waren amateurs de meest bijzondere fotografen. En dat is aan zijn werk ook goed te zien. Hij heeft hele bijzondere onderwerpen gekozen uit het verleden van Breda. Circus, zigeuners, maar ook heel veel in het gezin gefotografeerd. Hij maakte stereofoto's en misschien nog wel het meest bijzondere in deze tentoonstelling zijn de allervroegste kleurenfoto's waarvan hier een heleboel in deze expositie hangen. Uit welke tijd stammen die foto's? De kleurenfoto's uit 1906, 1908 en het hele oeuvre van Emiel van Wageningen is gemaakt tussen 1895 en 1922. Dus eigenlijk niet eens zo'n lange tijd. Die foto's die zijn heel romantisch. Het is, dat klopt. Hij maakte zijn foto's in een tijd dat foto's graag een beetje op kunstenaars wilden lijken. Dus dat heeft het zeker. Hij is heel mooi van compositie. En hij is echt een bovengemiddelde amateurfotograaf. Ik vind hem zelf echt een kunstenaar. Maar hij was ook forensisch fotograaf. Ja, dat deed hij daarnaast. Als apotheker en fotograaf werd hij door een lijkschouwer in het begin van de eeuw in Tilburg bij een moordzaak geroepen om foto's te maken. Dat is de beroemde zaak van Marietje Kessels. En daarna is hij daarmee doorgegaan en heeft hij zich van apotheker bij het leger eigenlijk op den duur ontwikkeld tot forensisch criminoloog. En daarbij gebruikte hij de fotografie als een belangrijk middel. En daarvan hangen dus ook foto's in deze expositie. Foto's van misdaadlocaties, ongevallen en dergelijke. De zogeheten griezelplaatjes. Hier hangen oude foto's van onder andere Breda, maar hiernaast bij de expositie The Picture Show hangen ook oude foto's. Ja, veel meer. Die komen allemaal uit de eigen collectie en uit de collectie van het Stadsarchief. Dat is één feest van foto's en films op beeldschermen en geprojecteerd. Nou, daar kunnen echt mensen op tal van manieren kijken naar Oud-Breda. Van de oudste auto's die je hier had, de parkeergarages die werden gebouwd, de opening van het politiebureau in de jaren 60. Je kunt het zo gek niet noemen en je vindt het daar. Ik kijk altijd met veel bewondering naar foto's van vroeger. Zullen mensen over 50 jaar datzelfde doen? Foto's, films, ik ben ervan overtuigd. Natuurlijk moet er nog heel veel verloren gaan om dat wat er overblijft bijzonder te maken. Maar er komt de tijd dat alle mensen van nu ook terug willen kijken in hun verleden of dat van hun ouders. En dan zal fotografie en film zullen een enorm belangrijke rol daarin spelen. Volgende keer gaat Esther weer op zoek naar een bijzondere expositie in Brabant. Museum De Wieger is een karakteristiek museum op het gebied van de beeldende kunsten. Gevestigd in de voormalige dokterswoning van de legendarische huisarts en kunstschilder Hendrik Wiegersma. Kom kijken naar de actuele tentoonstellingen van Wiel Wiersma en Willy Berkers. Museum De Roos is gevestigd in het pand De Roos, gelegen achter een fraaie berceau van lindenbomen. In het museum kunt u kennis maken met de historie van Geertruidenberg en de kernen Raamsdonk en Raamsdonksfeer. Gereedschap is een verlengstuk van je handen. Museum De Holle Roffel is een handreiking aan het verleden. Kom onze collectie bekijken van diverse gereedschappen die nog niet zo heel lang geleden door onze voorouders werden gebruikt. Het Oeteldonks Gemeentemuseum geeft een beeld van de internationale historie van carnaval. Kom langs en u leert alles over de vele betekenissen die carnaval kent. Het museum is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11 over 1 tot 11 over 5. U bent van harte welkom. Ontdek de wortels van een meester in het Vincent van Goghuis. Tot en met 6 september kunt u genieten van foto's van Paul den Hollander en van de tentoonstelling Bos en Van Gogh met impressionistische schilderkunst van Anna en Eugène Bos. Heeft u zin gekregen in een museumbezoek? Kijk dan voor meer informatie op erfgoedbrabant.nl. Of haal een museumgids bij alle Brabantse musea, VVV-kantoren, bibliotheken en Erfgoed Brabant. Het zit erop voor vandaag. Een tocht van toen naar nu door heel Brabant. Voor mij smaakt het naar meer, voor u ook. Kijk dan volgende week. Bezoek net als Esther ook eens een Brabants museum en maak kennis met de Brabantse rijkdom. Tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Erfgoed Brabant.